Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en het is zonnig buiten, dan weer bewolkt buiten, dan weer zonnig buiten. Het doet wel heel hard waaien, temperatuur, het is een fris windje, maar alles beter dan gisteren. Gisteren alleen maar regen, dus zodra ik blauwe stukken zie in de lucht, word ik weer helemaal blij. Ik ben al een hele tijd op. Ik heb vanochtend lekker op de computer zitten werken. Nou, super saai natuurlijk om te vloggen. Ik heb de keuken aan kant gemaakt. Zoals jullie hebben kunnen zien. En ik ga zo meteen voor de tweede keer met Chester naar buiten. Even lekker frisse neus halen. Lekker genieten van het zonnetje. Al is het fris, maar toch gewoon lekker. En dan ga ik mij vanmiddag even druk maken om een adres te vinden om mijn kleine cameraatje te laten repareren. Want dat moet ook echt gewoon gebeuren. Dus ik zal vanmiddag ook weer heel veel op de computer bezig zijn. Dus ik neem jullie mee waarin ik jullie mee kan nemen. Maar ik ga in ieder geval snel met Chester naar buiten. En ik zie jullie later. Kijk waar je dan loopt. Zo, net boodschappen gedaan. Joeri is toch vandaag gekomen, ondanks dat hij stage aan het lopen is. Die wil de wraps eten, dus we gaan lekker wraps maken. Paastakken meegenomen, dus die ga ik morgen even de spullen opzoeken voor de Pasen. En die versieren. En ik vind het nog steeds kouder dan dat het eruit ziet. Als je naar buiten kijkt, ziet het er heerlijk uit, maar loopneuzen weer is het. Hé? 9,5 graden. 9, ja, maar zo voelt het niet. Maakt het koud. Oh, zonnetje, lekker, toch? Ja, zeker weten. Maar ja, dan gaan we lekker onderweg naar huis en dan ga ik aan de kokarel. Zoals ik net al in de auto zei, gaan we lekker wraps eten. Dus ga ik maken. Met gehakt. Mais. Ik moet twee schalen maken, want de heren eten veel, dus ik heb alles dubbel. Chilibonen. En bij gebrek aan zachte avocado's, gewoon guacamole blik. En sla erbij en kaas voor de overheen. Nou, hak gewoon in de pan. En dan allemaal verzoeken knoflook, dus ik ga twee knoflook op. Ik denk ook groenkruiden, paprika poeder, chili kruiden, sambal, de maïs uit laten lekken, zakjes voor enchilada mix meegenomen, die kruiden vind ik echt lekker. En natuurlijk onder het genot van mij. Thank you.
kan je dadelijk. Marsewijn, schat, gebrul is. Alvast de ovenvorm warm op 200 graden. Die wil ik niet afgieten, maar met sap en al. De bonen erin zitten, goed doorwisselen. Je mag voor mij nog wat pittiger. Dus er nog wat chili kruiden en kringkruiden doorheen. Ik nog niet, dus we nemen er nog een. De eerste schaal kan gevuld worden. Zet gewoon de wraps ernaast. Even drukken. Dadelijk de ene schaal klaar is, gaat de volgende erin. Dan gaan wij lekker eten. Ondertussen kan de tweede lekker warm worden. Kan de kaas smelten. Dan zijn we ondertussen aan het smullen. Ik ga even lekker mijn wijntje op drinken bij de heren. En ik zie jullie later als ik hem uit de oven haal. Bijna daar. De sla is inmiddels klaargemaakt. Nummer 2 gaat erin. Het eindresultaat. Bon appetit! Nou, een bekende plekje weer om de vlog af te sluiten. Ik weet niet wat ik deze week heb, jongens. Ik weet echt niet. Ik ben er echt niet voor uit te branden. Of het dan met het weer te maken heeft. Of ik zou het echt niet weten. Ik ben echt met gemakkelijk aan mijn bed in te krijgen. En ik ben 's ochtends al wakker voordat ik mijn wekker ga. Dus van de week heb ik 2 uurtjes geslapen en dan word ik weer uit mezelf wakker. Ik weet niet wat er allemaal door mijn kop heen gaat. Voor de rest, als ik slaap, slaap ik goed. Als ik afgelopen nacht heb ik een goede nacht gehad. En dan word ik wakker alsof ik overreden ben. Dus dat is het hem ook niet. Ben ik ook niet vooruit te branden. Het gaat in ieder geval goed tekenen dat ik weinig slaap. Iedere keer neem ik mij voor mezelf voor van ik ga vroeger naar mijn bed en het lukt me gewoon niet. Maar ja, daardoor zijn waarschijnlijk deze week ook de vlogs wat minder. Ik kan me er slecht toe zetten om dingen op te pakken, om echt dingen aan te pakken. Ik doe gewoon de dingen die ik moet doen en verder eigenlijk weinig bijzonders. Het liefst ben ik de hele dag buiten met die hond. Gewoon lekker een stuk wandelen. Zeker als dan wat zonnetje doorbreekt. Nou ja, ik ga proberen mijn leven te beteren. Mijn vlogleven. Om de camera toch wat meer te pakken. Het is gewoon echt heel raar. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik vind het editen super leuk om te doen. En het editen is ook echt het probleem. Dat doe ik ook elke dag vol mijn passie. Maar op de een of andere manier lukt het me gewoon niet om iets te gaan doen en dan de camera erbij te pakken. Nou ben ik ook heel veel op de computer bezig, met administratieve dingen aan het regelen. En dan denk ik, ja, kan wel elke dag kan ik wat in die vlog zetten dat jullie maar zien zitten achter de computer. Maar ja, dat is hartstikke saai. Dus ja, dat zullen wat kortere vlogs worden.
Ik kan daar echt niets aan doen. En nou, ik ga proberen toch wat meer te slapen. Beter te slapen. Waardoor ik wat meer activiteit ga krijgen. Ik weet het echt niet. En misschien is het wel de verkiezingen. Want het is eigenlijk sinds dat de definitieve verkiezingsuitslag bekend geworden is dat ik mezelf zo voel. Wat ik ook afgelopen donderdag in de vlog heb aangegeven. Van dat ik me eigenlijk best wel een beetje druk maak over waar we weer heen moeten met Nederland. We hebben het er zelfs over gehad om wellicht Nederland uit te gaan. Dus het is best heftig voor ons. Maar ja, het merendeel van het YouTube leven is natuurlijk helemaal pro-GroenLinks. Nou, dat ben ik dus absoluut niet. Dat zijn merendeel mensen die met openbaar vervoer reizen en gaan ze maar verder. Of die zich absoluut niet druk hoeven te maken over hoe duur het is om auto te rijden of om een energierekening te betalen. Want ja, laten we wel zijn, als jij 7 of 8000 euro in de maand hebt, interesseert jou een energierekening niet of die dan 150 euro is of dat die 350 euro is. Dan maakt het echt niet uit. Maar in het gewone leven, als je één inkomen hebt, waarin het nu al de touwtjes aan elkaar knopen is, moet ik er toch echt niet aan denken. En ik denk dat dat het echt is. Als ik me nu zo hoor praten, denk ik echt dat dat het is. Dat dat echt gewoon zijn weerslag heeft. Ik moet het gewoon voor mezelf een plekje geven. Komt ook dat je nu absoluut niet weet wie met wie gaat regeren. Dat stomme kiesstelsel hier in Nederland. Dus, maar ja, ik moet het gewoon loslaten. En gewoon wat meer leuke dingen gaan doen. Nou, ze geven weer lekker weer op. Dus kan ik er weer lekker op uit. Pak weer lekker mijn fiets. Nou, genoeg gekletst. Genoeg gemijmerd over die achtelijke verkiezingen. En de problemen in Nederland. Van de gewone burger. We gaan het allemaal wel zien. Rest mij niets anders dan om te zeggen: fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Van, geniet en tot volgende.